Wat dacht u, warme truiendag, tijd voor een lapjesdeken? Tijd voor een lapjesdeken, want een trui breien, dat komen mensen niet doen. Even op een paar uurtjes een trui breien, maar een vierkantje breien, dat lukt dan nog wel, zeg maar. En al die vierkantjes bij elkaar, die maken weer een deken, een lekkere warme deken, die dan naar een goed doel gaat. Dus dat is gewoon heel erg leuk om te doen met z'n allen. Heb je daar met z'n allen aan gewerkt. Ongeveer 30 mensen kwamen een handje helpen. Nou, ik zag het in de krant staan en ik dacht, dit vind ik wel een goed idee. Daar doe ik aan mee. Omdat het hier gezellig is. Het is een feestje. Ik had al gezien dat dit hier ook was vandaag. Dus ik denk van nou, ik ga het ook even proberen zo'n dingetje te maken. Moet u nog veel spoedcursusjes geven vandaag? Ja, en ik heb nog wel wat mensen weer op weg geholpen die wel kunnen breien, maar het heel lang niet gedaan hebben en dan denken dat het niet meer gaat, maar het gaat altijd. Ik brei wel vaker, ja. Bijna iedere avond wel zit ik op de bank met iets in mijn handen. Dus zo'n lapje, dat is... Ja, dat gaat eigenlijk vanzelf, hè. Nou, vooral als het zo recht toe recht aan is, dan kun je dat bijna met je ogen dicht doen. Ik had de 30 steken opgezet, want dat zou dan 15 centimeter moeten zijn. Maar toen bleek dat veel te breed te zijn. Dus toen heb ik alles weer uitgehaald. En voor wie even niet meer weet hoe het moet. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan. En als je dat even goed in je hoofd hebt en je handen kunnen goed samenwerken. Want het is gewoon heel goed voor je hoofd en voor je hersens ook, hè, breien. Dat houdt je fit.